eigenzinnige jonge ondernemers. Het wemelt ervan in Eindhoven. In Jonge Bazen portretteert het Eindhoven Dagblad deze talenten. Hallo, ik ben Chanel Hinterholzer. Ik ben 20 jaar. Ik ben make-up artiest en mijn bedrijf heet Nellila. Ik ben al heel jong begonnen eigenlijk. Vanaf kind af aan altijd al modeshows spelen. Mensen stylen, van alles. Natuurlijk wel op een kinderachtige manier waarschijnlijk. Maar ja, ik begon al wel vroeg een beetje zo dat gevoel te krijgen. Toen ik 11 was, heb ik de make-up gedaan voor de musical van Groep 8. Heb ik al mensen uit zitten leggen wat een arcadeboog is, waar licht, waar donker moet. Mijn opleiding, fashion design, daar werd ik wel eens gevraagd als model voor shows of dingen. En daar bood ik al de visagie aan om te doen. Maar voor mezelf had ik wel een bevestiging nodig dat ik echt make-up artiest was. Dus toen ben ik een opleiding gaan doen. Half jaar is dat geweest tijdens mijn opleiding fashion design. En daarna moest ik me inschrijven bij de Kamer van Koophandel. En sindsdien heb ik mijn eigen bedrijf. Ik merk wel dat qua bijvoorbeeld je gezondheid en zo, ik moet echt op gaan letten. Want als ik ook mijn uren per week optel per de uren die ik aan mijn stage of aan mijn school heb besteed, dan de enige uren die in de week overblijven is slapen bijna. Dus dan schrik je toch wel. Dan is het ineens realistisch van hoeveel uur je per week echt besteedt uiteindelijk aan je bedrijf. Ja, mijn vrienden, dat is op zich wel lastig. Ik heb vrienden die dus vooral op stap willen en uit en alles. En daar heb ik nog de energie eigenlijk bijna niet eens meer voor om te doen. Dus mijn vrienden zie ik vooral eventjes 's avonds om bij te kletsen. En dan gaan ze uit of gaan ze hun eigen ding doen. Maar niet echt dat ik elke weekend met mijn vaste vriendengroep of iets zoiets ga doen. Nee.